Maar nu is het tijd geworden voor... Nijman betaalt! Dat wil zeggen dat we weer heel veel geld gaan uitgeven. Ja, dames en heren, vandaag gaat weer het astronomische bedrag eruit van 150 euro. Dames en heren, we gaan het heel eenvoudig doen. Ik laat een filmpje zien, ik stop het filmpje. Geef vervolgens het publiek de keuze om te zitten of te staan. En als er de mensen die het goed hebben, daar kies ik eentje van uit. Als ik twee kandidaten heb, dan gaan we echt voor die grote doekoe spelen voor die 150 euro. We kijken naar het eerste filmpje. Ja, we kijken naar de enige echte Justin Bieber. En voor de mensen die echt van Bieber houden, die hebben dit misschien gezien, voor de anderen niet. Je ziet een man lopen naar Justin Bieber toe, terwijl hij zijn nummertje aan het afmaken is. Als dit soort dingen gebeuren tijdens concerten meestal, loopt het helemaal de pan uit. Maar wat gebeurt er dit keer? Is het staan? Het valt mee. Of is het zitten? Het valt tegen. Oké, heel wat mensen hebben geloofd dat het goed afloopt. Laten we even kijken wat er gebeurt. Het viel hartstikke mee. Nee, het was helemaal niet mee. De mensen die zitten hebben het goed. Niet gaan zitten stiekem. Maar gaan we kijken. Weef het allemaal goed. Laat even je handen zien. Wuif even met je handen. Weef het goed. Daar. Die mevrouw daar. Ja, kom maar naar voren. Hi, wat is je naam? Josephine. Wat ga je doen met het geld? Ik zie Fogo. Wat is Fogo? Ik ben hier met een heel team. Ik help Fogo. Ja. Ja, wie is Fogo? Fogo is een eiland op de Kaapverdische eilanden. Het is een van de 10 eilanden. En er is op dit moment een vulkaanuitbarsting gaande. Oh. Sinds 23 november. Wist ik niet. Nee. Ligt het daarmee? Nou, ik denk dat er weinig aandacht is van de nationale media. Maar ja, wij doen ons best. In ieder geval om het onder de aandacht te brengen. Dus als jij 150 euro wint? Dan gaat het op de rekening. Ga maar staan. We kijken naar het tweede filmpje. Heeft u wel eens een nummer meegezongen waarvan u dacht de tekst te kennen en uiteindelijk bleek dat niet waar te zijn? Nou, als er bijvoorbeeld iets in Spaans is of zo, dan probeer je er een beetje mee te zingen. Maar ja, dat klopt voor geen hout natuurlijk. Ja, je hebt zo'n nummer van Michael Jackson en Stevie Wonder. Het heet Just Good Friends. En op het laatste dan doet Stevie een paar ad-libs. Ik weet niet wat hij daar... Ik weet tot op de dag van vandaag niet precies wat hij daar zegt. En wat maak jij ervan? Precies wat ik net deed. Heeft u wel eens nummers meegezongen waarvan u dacht de tekst te weten en dan uiteindelijk komt u erachter van nou, ik had toch echt een aantal woorden goed fout? Nou ja, voornamelijk toen ik 6 was, denk ik, dat ik mijn eigen Engelse teksten verzon. Ja, ik weet niet. Ja, ook daar had ik wel een grappige anekdote. Een vriendinnetje die dacht dat de tekst was van I believe in the power of American natives, was het nummer geloof ik. Ik weet niet hoe lang geleden. Ja, I believe in the power of American natives. Ken je dat nummer, Angela? Niet? Maar wat zong jij vroeger verkeerd? Had je dat wel eens? Oh, ook alles. Ja. Nee, ik heb nu op dit moment, kijk ik Suits. Dat is een serie op Netflix. Ja. En dat vind ik zo'n goed liedje. Maar dan is ook, dan zing ik ook iets van... Vlaari, vlieri, vlieri, bloep. Ik versta er echt niet van. Nee, echt, ik zing nog steeds... Vlaari, vlaari, vlieri, bloep. Nou, geen idee. Laat me even een stukje laten horen van het nummer. Dan weet u misschien hoe het nummer klinkt. Ja, maar dus dat vriendinnetje zong dus niet I believe in the power of American natives. Ze zong iets anders. Wat zong ze? Voor de mensen in de zaal. Is het staan? I believe in the power of garbage containers. Of is het zitten? I believe in the power of American niggers. Broeder Kudu. Ja? Hoor ik u net het N-woord gebruiken? Ja, maar het wat... Het. Je moet toch beter weten, hè? Gewoon op televisie. Ja, maar het is satire, het is een grap. Satire, hè? Je had beter moeten weten, je onkel Tom, sell-out. Zo praat je niet over zwarte mensen. Oma, zet een whisky voor me. Oké, is het dus staan? I believe in the power of garbage containers. Of is het zitten? I believe in the power of American. Dat woord wat ik niet mag zeggen van hem. Je mag nu kiezen. Oké,
Oké, we hebben mensen gekozen. Er zijn een paar mensen blijven staan. We gaan even kijken wat het juiste antwoord is. Die dacht dat de tekst was van I believe in the power of American natives, was het nummer geloof ik. Ik weet niet hoe lang geleden. Zij maakte ervan I believe in the power of the garbage container. Ja, ja. De mensen die staan hebben het helemaal goed. Blijf staan. Wie wil naar voren komen? Laten we kijken wie er... Ja, ik zeg even... Helemaal daar. Nee, ik moet ook mensen van achter hebben. Ja, die meneer met het geruite hem daarachter. Kom jij maar naar voren. Kom maar. Hi, wat is jouw naam? Danilo de Jong. Danilo de Jong. Ja. Danilo, ga jij met het geld doen als je gewonnen hebt? Ook tijdje... voor Fogo, toch? Nee. Niet? Oh, ja, oké. Okay. Hé, die café die anders zit in de zaal. Zeg gewoon ja, dat doe je het niet. Ja, ja. Oké, goed zo. Heel goed. Ja. Nou, weet je wat? Ik zorg ervoor, als je wint, zo meteen verdubbel ik het geld. Dat beloof ik. Dan verdubbel ik het geld. Voor Fogo, niet voor jou. Voor Fogo. Voor Fogo doen we dat, oké? We gaan, ja. Max, stel je netjes. Ah, kijk naar die ogen. Dan kan je toch geen nee zeggen. Kom, we gaan kijken naar het laatste filmpje. Kijk even mee. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Ja, maar wie is die mevrouw die hier zingt? Ja? Is het A, Mariah Carey? Dat gaat niet zo goed de laatste tijd. Dat hebben we vaker in de nieuws gezien. Is het B, Wilma Nanninga, de hoofdredactrice van de Privé? Of is het C, Onno Hoes zingt hier onder de douche? Jullie denken allebei B? Is er iemand anders die A of... Niemand denkt dat? Jij? Oké, maar kom maar op C, A snel. Snel op A. En jij mag op C staan. Snel. Want ze zijn af, ja. Oké, maak je keus. Oké, dan gaan we kijken wie het is. Wie is het geworden? Kijk wie het is. I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Het is Wilma Nanninga. En dat wil zeggen dat jullie beiden, even kijken. Oh mijn god, allemaal knopen van mijn Colbert komen ermee. Jullie krijgen allebei 75 euro van me. Ik bedoel C. Wat zei je? Jatsi? Ja, ik had C. Oh, dan kreeg je toch 150 euro. Ik vind je fantastisch. Dankjewel. En we verdubbelen het met het programma. Je krijgt wat er 300 van speciaal voor Fogo. Succes met de actie. Angela, kom er even bij. Schat. We gaan afscheid nemen. Kom er even. We gaan afscheid nemen. Dus tot de volgende keer. Abonneer is goed. Daag!